De politie in Veldhoven heeft een groep van ongeveer 25 drugsdealers opgerold die zelf ook gebruikten. Het gaat om jongere, autochtone mannen tussen de 17 en 28 jaar oud die hoofdzakelijk nog thuis wonen. Er werd ecstasy, wiet en cocaïne aan elkaar en anderen verkocht en enkele jongeren maakten zelf GHB. Nou, ik denk dat ik een boodschap heb aan alle ouders. Niet alleen de ouders van de handelaren of de mensen die nu opgepakt zijn, maar ik denk aan alle ouders. Ben bewust van het feit wat je kind doet. Ben bewust en kijk je kind aan als hij thuis komt van het op stap gaan of als hij een avond weg is geweest. Kijk in die ogen en kijk of je iets opvallends ziet. En als dat zo is, ga het gesprek aan en ga ook kijken op welke manier je het op kunt lossen. Want het kan niet zo zijn dat wij met z'n allen het drugsgebruik gewoon tolereren als samenleving. Dat kan gewoon niet gebeuren. Want we spelen daarmee met de gezondheid van onze jongeren. De daders zijn allemaal opgepakt en na verhoor vrijgelaten. Op één uitzondering na. Goed, op 15 maart begonnen met de eerste aanhoudingen. En dan door middel van goed rechercheerwerk hebben we bijna wekelijks een aantal aanhoudingen verricht. En dat hebben we deze week afgesloten met de 25e. Ik ben niet trots op het aantal, even voor de helderheid. Maar waar ik wel trots op ben, is dat het ons gelukt is inderdaad met door inzet van alle collega's van één politieafdeling. Plus ondersteuning nog van wat andere afdelingen. Om in een hele korte tijd zoveel mensen uit het circuit te halen. En dat we toch inderdaad in Veldhoven, ja, als je GHB dat is een vloeistof. Dan hebben we toch inderdaad Veldhoven op dit moment, vandaag, behoorlijk droog gelegd als je het hebt over GHB gebruik.